staan hier op een project van Burgerland. Voor GLP bouwen ze een distributiecentrum in Venray, de Smakterweg. En nou, zoals je achter mij kan zien, kantoren en vooral heel veel laaddocks. Ja, we zijn hier eind vorig jaar begonnen met de bouw. De bedoeling is dat we in de zomer de sleutel krijgen van Burgerland. Dus er zit ook een bepaalde druk op. Op dit moment zijn we de ruwbouw aan het afronden. De afbouwwerkzaamheden zijn opgestart, in de kantoren met name. De vloeren worden gestort, dus we lopen goed op planning, denk ik. Met name de voorgevel is wel een specifiek ontwerp. Het is en blijft natuurlijk een DC met op de kop twee kantoren. Maar die zijn mooi samengevat door een witte band over de kantoren en het DC heen te leggen. Ja, wat wij altijd proberen is voorop te lopen in duurzaamheid. Circulaire economie, belangrijk, hergebruik van materialen, een goed BREEAM-certificaat. Ja, daarin willen we wel voorop lopen. Een van de belangrijkste circulaire aspecten van dit gebouw is de staalconstructie in de hal. Die is demontabel en ze noemen dat ook circulair staal. Zo'n grote hal, daar zit behoorlijk wat staal in, dus het heeft ook een behoorlijke impact. Er wordt een materialenpaspoort aangevraagd, dat doen wij samen met een andere partij. Door ons wordt het gebouw 3D gemodelleerd en de aanvullende informatie die aan de elementen toegevoegd moet worden, die wordt door BIM&D toegevoegd. En vervolgens worden daar de hoeveelheden materialen uitgetrokken. En die worden gebruikt dan voor de MPG-berekening en voor de materialenpaspoort. Nou, ik begeleid eigenlijk Burgerland in de duurzaamheidsaspecten van dit project, dat ze daaraan blijven voldoen. Zowel op basis van circulariteit als BREEAM. Het gaat van de gezondheidsaspecten tot het bouwmanagement, afval, vervuiling, luchtvervuiling, lichtvervuiling, energie, niet in de laatste plaats, die telt erg zwaar mee. Nou ja, en ook het afval op de bouwplaats, hoe de bouwplaats georganiseerd is. Nou, daar zijn allerlei eisen hebben de mensen voor bedacht. En ik probeer duidelijk te maken dat ze daaraan voldoen. Planning gaat goed, communicatie gaat goed. Weinig tot geen discussies over geld of iets wat je bij bouwprojecten vaak ziet. Dus nee, een hele soepele bouw, weinig zorgen. Burgerlandbouw. Bouwers met daadkracht.